koopt dat ding. Ja. Hij is vastgezet aan de dollar. Geen risico. En voor jongens zoals jij, die altijd een beetje te veel dolletjes doen, is dat een hartstikke lekker ding. Nieuws. Nou Mark, ongelooflijk. Wat een fantastisch nieuws. Groene cijfers. Groene cijfers, mooi jaar, lekker begin. Ja. De economie groeit, de bitcoin groeit en de cryptootjes groeien. Hey Vincent, de vijf munten waar we echt op moeten gaan inzetten dit jaar, zeg maar. Op de eerste plaats moet je gewoon een basis leggen met bitcoin en Ethereum. Dan, degene die in 2021 heel populair was Solana. En die heeft enorm veel last gehad van het omvallen van FTX. Maar het is een hele degelijke, goede munt waar eigenlijk ook de gemeenschap zich goed hersteld heeft. Dus dat is voor mij ook één tip. Daarnaast hebben we gezien dat heel veel bedrijven tijdens de bear market niet goed zijn gemanaged. Die zijn omgevallen. Een bedrijf dat wel goed is gemanaged is Binance. Daarom denk ik dat de Binance coin ook een hele sterke is. Rondom Binance was enorm veel gezeik in Amerika. En wat is er gebeurd? Ze hebben het afgekocht. Ze hebben een regeling getroffen, dus Binance ligt er lekker bij. En de Binance coin, waarmee je al die afrekeningen doet, die gaat omhoog. Dus dat is voor mij een tipje om te doen. AGIX is een marktplaats voor data, waar op een gegeven moment, als jij met AI bezig bent, het maakt niet uit of video is of teksten, dan moet je dat netwerk trainen en die kun je daar kopen. Nou, dat is heel populair. En vanwege dat natuurlijk van ChatGPT, is dat gewoon nu op het ogenblik AI, de mensen hebben het ontdekt en dat is nu ook erg heel hot. Je moet gewoon ook de US dollar coin kopen. Waarom? Altijd stabiel. We liggen nog een beetje in moeilijke tijden. Maar de economie van Amerika groeit altijd eerst en sneller dan in Europa. En wat je dus ziet, dat de dollar nu het beter doet dan de euro. Dus ik zeg, koop dat ding. Ja. Hij is vastgezet aan de dollar. Geen risico. En voor jongens zoals jij, die altijd een beetje te veel dolletjes doen, is dat een hartstikke lekker ding. Dus de US dollar coin. En ik zeg altijd tegen mensen, hou ook gewoon die oude vertrouwde bitcoin in de gaten. Want bitcoin, die moet het goed doen, überhaupt, om die andere munten ook te laten renderen. Ja. Dus daar heb ik ook heel veel vertrouwen in. Ja. Hey, wat gebeurt er sowieso op dit moment dat het eindelijk weer een beetje positief is allemaal? Ja, wat ik zelf altijd heb gezien is dat je hebt eens in die 4 jaar heb je zo'n bear market. We hebben het in 2018 gehad, gingen we hard omlaag. 2014 gingen we een jaar lang omlaag. Nou, 2022 hebben we dat weer gehad. Nu hebben we eigenlijk het jaar dat daarop volgt, dan gaan we omhoog. Ik noem het altijd een beetje de testpump voor de echte pump. Want de echte pump die komt het jaar dat daar weer op volgt, als de block reward beloning halveert. Als je nou stabiel en goed wil investeren, doe dat een beetje in de dollar. Je doet het een beetje in een muntje, wat al andere muntjes versterkt. Einde verhaal, heb jij over een week of 3... 20-30% rendement. Nou, dat was weer een knap staaltje journalistiek, al zeg ik het zelf. Maar heb jij nou nieuws waar wij een video over moeten maken? Omdat je bijvoorbeeld ruzie hebt met je buurman, of je doet mee aan het WK triangel spelen, of misschien is je kat zelfs al ontploft. Tip dan de redactie hier beneden via de link in de beschrijving.